En YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met Mystery Beer. Het is weer tijd voor Mystery Beer en zoals jullie de vorige twee keer hebben kunnen zien, ben ik bezig met het reviewen van 5 Mystery Beeren van Douglas. Vaste kijker, grote fan, grote vriend. Stuurde mij een tijdje geleden 5 Mystery Beers en met het advies om ze in een bepaalde volgorde te drinken, mocht ik zelf weten, maar hey, als dat zijn advies is, dan doe ik dat natuurlijk ook van 1 tot en met 5. En ik ben dus langzamerhand eigenlijk wel achter dat het gewoon een serie is van één bepaalde brouwer. Maar continu ook collabs met andere brouwers erbij. Dus het hele brouwerijverhaal laten we gewoon even achterwege tijdens het raden. We gaan gewoon heel erg focussen op inderdaad de stijl. Wat voor soort bier is het? Alcoholpercentage, dat soort dingen. En dat is natuurlijk het hele idee van de mystery beers. Hè? Jullie sturen mij bier op, verpakt en alles. Ik moet raden wat het is. Stijl, alcoholpercentage, dat soort dingen. Eventueel de brouwer, dat soort geintjes. Ja, kan trouwens alleen als jullie mij bier sturen. Het klinkt altijd zo hebberig en daar heb ik een hekel aan. Ik weet niet zo van het bietsen, maar is dat een Gronings woord trouwens? Bietsen, dat je iets gratis wil hebben. Anyway, daar gaat het niet om. Het is alleen gewoon, ik kan niet tegen mensen zeggen van pak maar even iets dat in mijn koelkast staat. Random en verpak het op. Ik weet wat ik haar thuis heb staan, dus ik kan altijd een goede gok doen. Anyway, lang verhaal kort maken. Mystery beer. Dit is de derde. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd. De eerste twee waren gewoon echt best leuke bieren. En geen toppers of hoogvliegers, maar zeker gewoon interessant. En ja, dat is altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ik ben gewoon heel benieuwd. Dit bier schenkt een hele mooie andere kleur met een kremige schuimkraag. Als je hem zo ziet, ja, wat zou het kunnen zijn? Een amber ale, een red ale, hè? Dat soort. Amber ale, red ale, iets in die trend. Denk dan, ja, het kan van alles zijn. Het kan een moutig bier zijn, het kan wat hop-forward bier zijn. Er zijn ontiegelijk veel mogelijkheden wat dit betreft. Het zal wel geen barrel is, imperial stout zijn. Maar ja, met deze kleur, deze schuimkraag, je kan alle kanten op. Ik denk dat het beste is dat we gewoon eens even naar de neus gaan. Kijken wat hij daar doet. Hoppig. Heel hoppig. Veel citrustonen. Maar ook een beetje karamel, marmalade, sinaasappel. Relatief vers volgens mij nog, want de hop komt echt heel mooi door. Er zit een... er zit zeker ook wel wat tonen van tropisch fruit in. Licht romig. Ja, tropisch fruit, citrus. Als ik al moet gokken, zoals ik hem ruik. Een red IPA. Soms met rogge. Rogge IPA. Rogge IPA. Het zou wel eens een rogge IPA kunnen zijn. Hij heeft een heel... Het ligt er even aan wat hij straks in de smaak doet. Als ik hem zo ruik, zou ik hem gokken op 6,5%. Maar dat is natuurlijk even afwachten wat hij straks qua smaak doet. We gaan eerst eens even proeven. Douglas, bedankt kerel. Mooie bittere finish. Zeker weer dat karamel, marmalade-achtige, sinaasappel, citrus. Toch ook wel weer wat tonen van tropische vruchten. Beetje ananas. Perzik. Dat soort dingen. Mooi mondgevoel op zich. Verfrissend en licht. Ja, dit is overduidelijk een hele hoppige pale ale. Of iemands IPA. Met volgens mij roggen. Het is een red rye IPA. 6,5%. Als je de vorige twee reviews hebt gezien, de vorige twee mystery beers. Dan denk ik dat je wel door hebt wie de brouwer waarschijnlijk is. 6,5% red IPA. We gaan eens even kijken wat hij doet als de rest erin komt.
wordt zeker ietsje hazier. Absoluut iets hazier. Dit ziet er wel heel mooi uit trouwens, als je hem zo ziet. Hè? Wordt absoluut iets hazier. Dus absoluut een bier met nagisting. Die karameltonen van het marmelade samen met dat. Of dat ik weet niet of je weet, marmelade, zoek het maar eens op. Dat is dat sinaasappelbitter, karamellige, een jam, een confituur, zo noem je het volgens mij dan. En dat heeft deze echt ontzettend veel. En dat samen met een subtiel, beetje, ja, peperig. Niet peper als een chili, ook niet als een zwarte peper, maar een beetje pit gewoon, zeg maar pit. Dat komt echt vaak een beetje door die rogge. Dus ik gok dat er rogge door zit. 6,5% red rye in je pale ale. Daar hou ik hem weer op. Dat moet bijna wel. We gaan even de mooie verpakking. Heel mooi ingepakt door de vriendin van onze grote vriend Douglas. Argon. Ja, het is dus weer van Siphon Brewing. In collab met De Rijk en Kaapse Brouwers. Gaaf. Amber, karamel, hars, caramel, fruitig, moutig. Hoppy, speciaal Belg. Belg. 6% alcohol, dus daar zat ik heel goed bij. Ik zit even te zoeken. Nee, er zit geen rogge door. Geen rogge. De granen zijn Pale Ale, Cara Munich en Special B. En de hoppen zijn Citrus, Simcoe, Mandarina, Bavaria. En de gist is Belgian Ale. Argon. In the right hands, the six noble gases are a powerful source of light, bringing illumination and color to people's lives. Greek for lazy, but shining as a purposeful, violet-colored laser, argon is distinctive and incandescent. Ja. Het is zeker een hartstikke lekker bier. En ik geef deze makkelijk een 3,75. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind nog niet dat ik denk dat ik hier een Belgian style ale aan het drinken ben. Belgische stijl, bieren uit de Belgische stijl, die hebben vaak toch een bepaald gistaroma, wat bepaalde fruitige esters, die ik hier niet heel erg in terugvind. Dus ja, ik snap wel de kansen op willen, maar het komt voor mij, hij is hoppy, hij is erg hoppy. En misschien dat hop nu even een beetje over die Belgische gisten heen gaat. Misschien als hij even iets langer staat. Ik heb hem 10 minuten geleden, de review duurt al even. Ik heb hem 10 minuten voor de tijd ongeveer uit de koelkast gehad. Ietsje temperatuur laten komen. Misschien als hij nog ietsje langer staat, dat er wel ietsje meer van die tonen van dat Belgische gist naar voren gaan komen. Die typerende esters, maar ik krijg ze nu niet heel heftig. Komt misschien straks nog, wie weet. Zoals hij hier nu staat, nou, ik denk dat ik hem toch wel een 3,6, 3,7. Misschien dat hij zelf straks als een 3,75 op een tap eindigt. Moet maar eens even kijken. Maar echt, wederom, gewoon een hartstikke leuk bier. En zijn de bieren in deze serie tot nu toe hoogvliegers geweest? Nee, dat zijn niet bieren waarvan ik denk, ik wil hier een voorraad van aanleggen. Dan moet je met zo'n hoppy ale trouwens sowieso niet een grote voorraad aanleggen. Maar het zijn zeker gewoon lekkere, leuke, doordrinkbare bieren. Met net even weer een leuke touch. En inderdaad, voornamelijk hier. Wat mij aantrekt is dat nou, het hartstikke komt nu wel ietsje verder voor. Maar voornamelijk dat marmalade, dat sinaasappelbittere. En dat spreekt mij wel heel erg aan. En ik vind het gewoon hartstikke lekker bier. En als jij deze tegenkomt in de winkel, kan ik hem je echt aanraden om hem mee te nemen. Sowieso, ik weet niet of ze heel erg duur zijn. Maar ik denk dat wat ik tot nu toe van deze serie vind, ik vind niks vies. Ik vond niks teleurstellend. Ik zou het zeker eens proberen. Gewoon, al is het weer eens om wat anders te drinken dan wat je misschien normaal snel pakt. Omdat je denkt, ja, dit ken ik, dit voelt vertrouwd. Hier durf ik mijn geld aan uit te geven. Dus probeer je toch weer eens een keer wat anders. Dus laten we het op het moment houden heel hoog in die 3,6, 3,7 range. En kans dat hij straks dus, check hem op aan tap. Je ziet hem al langskomen. Ja, en dat was hem wel voor deze review. Douglas, kerel, hartstikke bedankt. Er komen er nog 2 aan. Ik ben heel benieuwd wat dat voor bieren gaan worden.
Onderin de link doe ik onderin de link. Onderin de omschrijvingsbox doe ik even een link naar Douglas en Instagram. Kun je hem daar volgen. Ook even links naar mijn Instagram, Untapped en Facebook. Mijn social media, bieren die ik niet review, toch iets over te zeggen heb, zul je daar tegenkomen. En een link naar de Dutch Beer Collective, waar Gerben en Remy en ik samenkomen. Een soort van portaalwebsite waar je al onze reviews kan vinden. Links naar onze social media, een beetje een agenda. Waar zijn we allemaal te vinden bij bepaalde evenementen eventueel. Nou, the usual spiel. En ik zou zeggen tot de volgende review. Proost!